Hoi allemaal, deze keer weer een ontwerp van DIY Mommy. Dit is een muzieksleutel, officieel de G-sleutel of de Sol-sleutel. En het goede nieuws is dat deze helemaal niet zo moeilijk is om te maken. En we vouwen de elastiekjes ook niet dubbel, dus het haakt gemakkelijk. We gebruiken wel steeds twee elastiekjes tegelijk. Maar als die eenmaal af is, dan is die ook redelijk stevig. Dus je zou hem ergens aan kunnen hangen. En het is ook heel leuk om cadeau te geven aan muziekliefhebbers. Heel veel succes! We gebruiken de Loom, de Rainbow Loom in dit geval. Dat is het merk wat ik gebruik. Die gebruik ik zoals hij uit de doos komt. De middelste rij steekt iets uit ten opzichte van de andere twee rijen. En we gaan heel gemakkelijk, telkens met twee elastiekjes tegelijk, een rijtje maken tot aan het einde van je loom. Dus dit zijn de eerste twee elastiekjes. Misschien werk jij zo. De openingen van je loom zijn aan de andere kant, wijzen naar je loom toe. En dan pak je steeds twee elastiekjes en je doet dit rechtdoor naar voren, naar het einde van je loom. Ik plaats hem nu weer even zo. Nog twee keer. En de laatste. Nu ga ik hier naar de andere kant en dan doe ik ditzelfde, maar dan zes keer. Dus 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6. En de laatste. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Dan gaan we hier een capband opplaatsen van vier ringetjes. Dat betekent als je hem zo opzet, dat je nog drie keer, dus, want dit is ringetje één. En dan nog een keer, dat is twee, weer een slag draaien. En nog een keer, dat is drie, weer een slag draaien. En nog een keer, dat is 4. Als je dit moeilijk vindt, kan het ook met je haaknaald. Je steekt je haaknaald in het elastiekje. En nog een keer, dat is 2. En nog een keer, 3. En nog een keer, dat is 4. Dan heb je 4 ringetjes. En dan moet je al die 4 ringetjes bij elkaar zien te pakken. Dan trek je het wat wijder. En dan plaats je het zo op een pinnetje. En dan heb je ook een capband van 4. Deze capband van 4 staat behoorlijk strak, dus voorzichtig als je haakt met een plastic haaknaald, zoals ik. Je gaat in die capband, je duwt hem naar achteren en dan pak je die twee elastiekjes die daaronder zitten. Hou eventueel met je vinger van je andere hand even die capband tegen, zodat hij niet meekomt. En dan haak je hem naar voren. Dan zie je hier de bekende druppelvorm, dat betekent dat je goed haakt. Hier kan het ook niet anders, want er zijn geen andere elastiekjes die je verkeerd kan pakken. Nou, dit is dus gewoon rechtdoor haken. En als je klaar bent, steek je haaknaald erin en dan pak je hem er voorzichtig af. En dan doen we deze twee lusjes die je nu op je haaknaald hebt, doen we op dit pinnetje.
En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan trek je hem een beetje naar achteren. Want nu is het een capband geworden. Je trekt hem naar achteren, zodat je deze twee elastiekjes kan pakken. En naar voren kan haken. En dan haak je dit helemaal door. Tot bovenaan je loom. Tot je het hele rijtje hebt gehaakt. Nou, niet moeilijk toch? Dat mag ook wel een keer. Een ontwerp wat heel leuk is en niet al te moeilijk. En zo. Als je alles hebt gehaakt, doe je je haaknaald erin en dan trek je hem voorzichtig eraf. Mijn rij binnen komt mee, dus ik hou hem even tegen. En zo, en dan leg je hem even weg. Je kan je haaknaald er voorzichtig uithalen en hem gewoon zo wegleggen. Nu gaan we een rijtje maken van 5 keer dubbele elastiekjes. Dus dit is de eerste keer. Weer 2 elastiekjes tegelijk. De hele tijd 2 elastiekjes tegelijk. Dit is de tweede keer. En de laatste. Dan gaan we ook een capband opmaken van 4 ringetjes. Dit is 1. Ik draai mijn slag. 2. 3. En 4. Zorg dat hij erboven zit. Want dit elastiekje wil ik zo meteen pakken. Je gaat er met je haaknaald in. Je duwt de capband naar achteren. En je pakt zo deze 2 elastiekjes die eronder zitten. En haakt ze naar voren. En ook dit is dan weer gewoon rechtuit haken. En je kan je niet vergissen in de elastiekjes. Het kunnen er maar 2 zijn. En op het moment dat je daarmee klaar bent, haal je hem eraf. En ook deze leg je even weg. We gaan weer naar het begin van de loom. Hier zou normaal een rode pijl zijn, maar die ben ik dus kwijt. Maar in ieder geval zijn de openingen aan deze kant. Die wijzen naar je loom toe. En we gaan vanuit het midden gaan we een rijtje maken van 4. En als je zo meteen de originele video zou bekijken, dan zie je dat DIY Mommy een rijtje maakt van 3. Maar ik vind... We gaan nu dit maken en ik vind bij haar vind ik dit iets te klein. Dus ik heb besloten om hem iets groter te maken. Maar sowieso is het wel leuk om haar originele video te maken. Want zij maakt die muzieksleutel in verschillende kleurtjes. Dus wel wat ingewikkelder. Maar als je eenmaal deze hebt gemaakt, dan kan je haar video gewoon volgen. Je moet gewoon op het moment dat ze een ander kleurtje pakt, moet je dezelfde kleur pakken als die zij pakt. Maar ik ga nu dus eerst 4 keer naar beneden. Dit wordt de 4e keer. En dan gaan we terug naar boven. Naar het middelste pinnetje. En dan ga je zo schuin naar links, mocht je zo werken. En dan 3 keer naar beneden. En zij doet dat 2 keer. En 3. En dan ga je hem hier dichtmaken. En wat we nu gaan doen vanuit dit pinnetje, rechtdoor naar beneden.
twee elastiekjes tegelijk. Dat doen we de hele tijd. Dan wordt die net wat steviger. En deze rij maak je af naar beneden helemaal tot aan het einde van je loom. Ik denk iedere keer, zal ik hem dan nu maar versnellen, want het is zo saai. Je weet het nu wel. Maar ja, aan de andere kant kan je dan gewoon met me meewerken. En zo lang gaat deze video toch niet duren. Zeker bij de wat langere video's scheelt het gewoon net weer even tijd als je tussendoor kan versnellen. Maar ik ben alweer tot het einde gekomen. Dit is dus wat je tot nu toe moet hebben. We gaan nu op dit pinnetje dit korte stukje plaatsen. Dus doe je haaknaald hier door de vier lusjes. Tel ze mee dat je ze ook echt alle vier hebt. En dan trek je hem zo een beetje wijder, dat is makkelijker. En dan zet je hem hier erbovenop. Nu pakken we het lange gehaakte stukje. En dan gaan we ook weer lusjes tellen. 1, 2, 3, 4. Alle vier op je haaknaald. En die zetten we zo meteen hier. Op dit pinnetje. Waar dus deze kant, de kruising van deze kant en het lange stuk. Dus dit pinnetje. Kijken of me dat lukt terwijl ik me een beetje op zijn kant hou. Is wat lastig. Maar hij zit erop. En nu moeten we gaan tellen. Dit elastiekje wat er nu op zit is 1. Dus als je daar je haaknaald in zou steken is dat 1. Het volgende gaatje is 2. Volgende gaatje is 3, 4, 5, 6, 7. Ik ben de tel kwijt, want je moet tot 11 gaan. Maar ik ben ook aan het balanceren met mijn loom. Dus ik zet hem gewoon even neer. Maar je moet dus hier beginnen te tellen. En het pinnetje is 1. Dus, rek me een beetje uit. Dat kan je maar zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11. En daar steek je je haaknaald in. En volgens mij was ik niet meer in beeld. Maar het maakt op zich niet uit. Je begint te tellen hier in het pinnetje en dan ga je naar beneden. En op het moment dat je bij 11 aangekomen, steek je haaknaald erin. En vervolgens ga je naar het einde van je loom en tel je 3 pinnetjes van beneden. 1, 2, 3. En op 3 en op dat pinnetje zet je deze elastiekjes waar nu je haaknaald in zit. Hoe ga ik dat laten zien? Zo, volgens mij is het wel duidelijk. Dus ik heb het pinnetje gewoon dwars door die twee elastiekjes gestoken. Deze een beetje aan de zijkant, dan zijn ze uit de weg. Zo. En dan doen we deze hier naar rechts. En dan gaan we weer tellen. En deze keer telt ze vanaf dit gaatje hier. Dat is 1, 2, 3, 4, 5. En dan heb je nog een heel klein stukje hier over. Met de capband. 2 keer 2 lusjes en de capband. En die gaan we plaatsen op dit pinnetje. Dus hier zit hij nu op. Dan sla je er 2 over. En hier wordt hij opgeplaatst. Als je vanaf het einde telt is het 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus je rekt hem een beetje uit. En daar waar mijn haaknaald tussen zit, dat trek ik wat wijder. En ik steek gewoon zo dit pinnetje steek ik er doorheen. Zo. En deze trek ik aan deze, zo tussen deze twee pinnetjes door.
En het enige wat we nu nog moeten doen is haken. Dus je hebt het meest lastige gehad. Ik hoop dat ik het goed heb kunnen laten zien. Want het is eigenlijk niet zo moeilijk als je maar even goed de elastiekjes stelt. Dit is nu een soort van capband geworden, dus die trek je naar achteren. Even voorzitten, kan ik het wat beter laten zien. En dan pak je de twee elastiekjes weer en die haak je rechtdoor. Hetzelfde doen we hier. En ik weet dat het daar druk is, maar dat moet je gewoon negeren. Je moet in dat pinnetje gaan, alles wat je tegenkomt naar achteren duwen, totdat je die twee elastiekjes daar beneden tegenkomt. En die haak je rechtdoor. Zet je op dit pinnetje. Hier hetzelfde. Je gaat erin tot je die twee elastiekjes ziet. Haal ze eruit. En haak ze naar voren. En je ziet, er zitten vier lusjes, twee elastiekjes op die haaknaald. Dus zorg dat je ook echt in het midden uitkomt. En dat niet per ongeluk één zo'n elastiekje aan de andere kant zit. Want dan heb je later problemen als je hem ervan afhaalt. Hier hetzelfde, rechtdoor. Dit is ook weer heel druk in het midden. Maakt niet uit. Gewoon erin gaan, alles naar achteren duwen. En die twee elastiekjes pakken. En rechtdoor naar voren haken. Tot je bij dit kleine kruispunt bent aangekomen. Splitsing eigenlijk. Het elastiekje, de twee elastiekjes die bovenop zitten, zijn deze. Dus die wil ik als eerste pakken. Dus ik ga erin. Ik schuif alles met mijn haaknaald naar achteren. En ik ga een beetje zo naar de zijkant, want ik weet dat dit de elastiekjes zijn die ik moet hebben. En dan is het wat makkelijker om ze te pakken. Volgens mij heb ik er nu maar eentje. Maakt niet uit, dan haak ik die ene. Hij staat redelijk strak. Dus ik ga even zo met mijn haaknaald erin om de spanning te verlichten. En ik ga op zoek nog naar die andere. En daar is die andere. Die zet ik erbij. En je ziet weer dat hij, ik weet niet of je het kan zien, hij staat hier vrij strak. Hij maakt geen mooie druppelvorm. Dus ik ga even een rondje maken rondom dat pinnetje, zodat hij erdoor kan. En dan heb ik ze nu alle twee gehaakt. En dan ga ik weer in het pinnetje en dan pak ik deze twee. En als het goed is, zijn dat de laatste twee elastiekjes. En dan kan je nog even controleren of je het goed hebt gedaan. Als je nu met je haaknaald hierin gaat en het een beetje wijd trekt, dan moet dit, deze druppelvorm helemaal mooi vrij zijn en deze druppelvorm. Ze mogen niet in elkaar haken. Nou, de rest is weer makkelijk. Die haak je rechtdoor naar voren. En vervolgens kom je terug bij dit punt waar je bent gebleven. Hier is die druppelvorm. Daar ga je in. En die haak je ook rechtdoor naar voren. En hier ga je de bocht om. Deze hier. En dan is alles alweer gehaakt. Pak je één enkel elastiekje. Dan steek je haaknaald hier door al die lusjes. En pak het elastiekje, die zet je op je haak. Trek hem er doorheen. Zet het andere uiteinde ook op je haaknaald. En dan gaan we een knoopje maken door het achterste elastiekje over je haaknaald heen te halen en los te laten en aan te trekken. En dan kan die eraf. Je muzieksleutel. Ik vind het zelf ook altijd erg spannend. Want ook ik maak mee dat ik dan toch iets vergeten ben om te haken. En dat ik dan opeens met losse elastiekjes zit. Aan het einde van een video. Ja, en dan. Dan baal je even en dan begin je gewoon even later helemaal opnieuw. Zo komt hij eraf. Je moet hem even in model trekken, maar dat is niet zo heel moeilijk bij deze. En dat betekent dat hier de onderkant, die buig je gewoon zo
in een kleine krul. En dan is die klaar. Ik vind hem zelf heel erg leuk. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!